Ruud Brood, allereerst gefeliciteerd met de overwinning. Ik wil bij het begin beginnen en dat is de opstelling. Daarin stonden voor ons twee verrassingen. Kun je die toelichten? Ja, mooi hè? Ja, dat was echt een verrassing, ja. Nou ja, natuurlijk kan ik die toelichten en die moet je ook toelichten. We hebben gekeken van de week elke dag hoe het was met Dogan. Ook zijn reactie na een training. En ja, goed, vandaag hebben we ook gezien dat goed uitpakte. We hebben ook doorgesproken om met hem te starten. We weten dat hij fysiek nog niet zo ver is. Maar hij kan wel, heb je ook kunnen zien met een assist, doortikken, et cetera. Hij kan wel bepalend zijn. Maar we wilden met hem starten in plaats van brengen. Op de positie rechts achterin, rechtsback, hebben we gekozen voor Van Aanholt. Ook omdat dat een jongen is die... die twee ontlopen elkaar niet heel veel. We zijn net bezig. We kijken ook naar trainingen. We kijken ook van, oké, hoe hebben ze het met name Robin in het gedaan? Wat voor type is Robin? Ik denk dat Peel iets meer verdedigend erin gesteld is. Ja, dat is niet erg. Maar vandaar de keuze dat we voor Van Aanholt gekozen. Duidelijk. Dan na de wedstrijd. Je begint wel een geweldige start natuurlijk. En dat is eigenlijk ook wel wat je nodig hebt tegen een tegenstander als Helmond, denk ik. Je zegt dat goed. Je wil een snelle goal maken. Anders wordt het misschien wel moeilijk. Een eerste thuiswedstrijd heeft altijd invloed. Iedereen verwacht veel. Jongens willen graag. Ja, en als je het dan binnen een paar minuten hebt, dan weet je ook dat er meer ruimte komt. En dat we die voorsprong hebben en die kunnen we uitbouwen. En dat hebben ze goed gedaan. Ik wil niet elke goal uitgelichten, maar die 2-0, daar gaat een trainershart al sneller van kloppen. Hè? Ja, dat is, ik moet er nog verder terugkijken. Vanaf de bank is het moeilijk bekijken. Maar je zag wel... Als wij het elkaar gunnen en ook snel spelen, dan ontstaan er ruimtes. En ja, dat is een schitterende goal natuurlijk. Ja. Gisteren zei je al, het is nog lastig te zeggen waar mijn ploeg staat. Is nou vanavond ook nog lastig? Of zeg je nou, ik ben wel onder de indruk van wat ze vandaag hebben laten zien? Onder de indruk. Je ziet als trainercoach, je toch anders te kijken. Hartstikke goed de voorsprong, de goals die we maakten. We houden ook rekening met de tegenstander, met de respect, hè, de weerstand die er was. Maar je ziet wel de potentie van het team en dat moet natuurlijk op elkaar afgestemd worden. Dat we want we hebben ook de tweede helft gezien. De tweede helft was natuurlijk niet van die aard dat ik zeg van oké. Maar over het algemeen complimenten hoe ze het hebben gedaan. Je benoemde het al, de tweede helft en vooral de start van de tweede helft was wat minder. Waar lag dat aan? Ja, dat verraste mij ook, omdat we met name in de rust daarover hebben gesproken. Dat we graag op dezelfde voet door willen gaan en tempo willen houden over de zijkanten. Ja, ik denk dat ze een beetje verrast werden door Helmond Sport in 1-1. Dat heb ik ook gezegd, let nou op. Want ja, die gaan alles of niets. Ja, die hebben niks meer te verliezen. De wedstrijd is al klaar. Maar dan moet je wel mee in de duels. En dan moet je in balbezit niet zo slordig worden. En in tactisch opzicht vond ik dat we wat sneller de bal van rechts naar links en andersom moesten hebben. Dan ontstaan er ruimtes. Maar het is doodzonde dat we al zo begonnen, ja. Ja. Ik wil één speler uitlichten. Ik weet dat jij dat niet graag doet. Maar Mounir, die begint op links, daarna op middenveld. Waar zie je hem nou eigenlijk het liefst? Nou, je hebt kunnen zien dat hij van nature zich vertrouwd voelt op links. Daar kan hij heel goed tussen linies spelen. Hij weet wanneer hij het breed moet houden. Hij weet wanneer hij eronder moet zitten. Nou, als je dan ook nog je doelpunten mee pikt op het juiste moment en ballen door kunt spelen. Ja, dat is belangrijk. Maar zo zie ik eigenlijk wel hem het liefst. Ik weet dat hij ook vanuit het midden kan, maar dan moet hij een stukje terug. Dit is een jongen die ook... Dat mag ook wel als je daar speelt, risico in zijn spel legt. Maar hij moet wel opletten als hij iets verder terug speelt. Wordt het iets anders, komt hij iets minder in zijn kracht. Je hebt nog de volle score. Volgende week kunnen we dan zeggen dat de echte test voor de deur staat? Nou, ik vind elke wedstrijd een test. Heb ik net uitgelegd. Want dit is een competitie die heb je nu ook kunnen zien. Je krijgt een goal tegen, je had er twee tegen kunnen krijgen als het niet meer was. Dus je moet gewoon alert zijn en namen zeggen niet zoveel. Het gaat om het gedrag wat je vertoont in het veld, de energie die je brengt. En of het nou Cambuur is, of het nou Volendam is, of het nou de Graafschap is, dat maakt niet uit. Je moet zorgen dat je gewoon voor jezelf, met elkaar, weet wat je doet. En hopelijk is dat volgende week weer winnen. Je kunt in ieder geval op deze voet verder. Absoluut. Als je zo de eerste thuiswedstrijd hebt met fantastische supporters, hoe die tekeer gaan. Ja, dan is het een mooie wisselwerking. Het liefst hadden we de tweede helft meer gescoord. Maar het geeft wel aan dat, gaat er iets moois groeien. Best leuk hè, trainer van NAC. Nu wel. Dankjewel.